Zoek dit weekend geen drukke plekken op om te schaatsen. Die oproep doet de veiligheidsregio Groningen. Als dat wel gebeurt, kunnen locaties worden afgesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarnaast is het ijs vaak nog niet betrouwbaar. Voorzitter Koen Schuiling van de veiligheidsregio ziet dat het ook vandaag al op veel plekken druk was. Dus het is wel de algemene oproep: vermijd die drukte. En als je gaat schaatsen, wat ik iedereen van harte toewens, zorg dat je die 1,5 meter goed in acht neemt en dat je niet als een kluitje op elkaar gaat staan. Wat als het toch te druk wordt? Gaat u dan ingrijpen? Ja, dan zullen we wel moeten, want dan gaan we de te drukke locaties afsluiten. Dat hopen we te vermijden. Dat is natuurlijk ook de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Let er nou zelf een klein beetje op dat we met elkaar een mooi zonnig weekend hebben. Een van de locaties die wel eens te druk zou kunnen worden is het Paterswoldse Meer, waar vandaag ook al volop werd geschaatst. Er wordt mooi bewaakt, er zijn verkeersregelaars en handhaving is ook aanwezig, dus het is prima denk ik. Okay. En als iedereen maar afstand houdt, is dus geen probleem denk ik. Wat vindt u het te druk hier? Nee, op dit moment nog niet. Nee. Is dit ook iets waar misschien wij als Nederlanders ook wel weer een beetje aan toe waren in deze coronatijd? Ja, zeker. Ja. Ja. En ik heb voor mij de laatste keer dat dit mogen was 8 jaar geleden of zo. Dus ik vind het wel mooi dat het nu weer kan. Ja. We zien natuurlijk dat mensen het fijn vinden. Het is ook natuurlijk heel leuk dat het weer eens een keer kan in Nederland. En het is prachtig weer. Maar goed, ik zou in zijn algemeenheid willen zeggen van let erop of het veilig is, het ijs. Want we hebben toch te veel foto's en filmpjes gezien van mensen die er doorheen zakken. Dat is de ene kant. En aan de andere kant nog belangrijker, als je het ijs op gaat, hou echt die afstandsmaatregelen neem die in acht. Want het virus is gek op kou en verspreidt zich eerder beter als het koud is dan als het warm is. Dus als je gaat schaatsen, doe het gewoon op goede afstand van elkaar. Het goede nieuws is dat we nog steeds redelijk onderaan het lijstje hangen als je naar de verschillende regio's kijkt in Nederland. Maar we zien wel, we hebben 7 weken achter elkaar gehad dat het aantal besmettingen daalde, dat het zich nu wat stabiliseert. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het reguliere virus wat afneemt en de Britse variant zeg maar wat toeneemt. Op het Paterswoldse Meer werd vandaag niet alleen maar geschaatst. Kun je een beetje voetballen op tijd? Wel hoor. Ja? Zeker. Kun je ze nog hoog houden voor ons? Ja, dit is nou ijskite, hè? Dus we zijn dit keer niet met het bordje, maar gewoon lekker eventjes met de kite. De sloten liggen vol, dus we kunnen lekker van slag. Lekker windje erbij. En je hebt ook alle ruimte hier, hè? Alle ruimte hier, ja. De gemeente waarschuwt wel om eerst goed te kijken of het ijs betrouwbaar is, omdat er nog veel mensen door het ijs zakken. Let er even zelf heel goed op of het wel echt veilig is. Ik zie bijvoorbeeld bij de diepering dat het onder de bruggen ook nog heel vaak helemaal niet veilig is. Dus let er nou zelf ook een klein beetje op. Ik sta nog, dus blijkbaar niet. Ook niet bang om er doorheen te gaan? Nee. Gisteren gingen er een paar mensen doorheen. Ik zie nog gewoon plekken liggen waar mensen doorheen zijn gegaan. Maar ik denk dat het vannacht hard genoeg gevroren heeft. Dus, Ja. Wat moet je daarop zeggen? Ja, het is gewoon leuk toch? Ja. En tot nu toe ben ik er nog niet doorheen gezakt. Dus, zolang het goed gaat, kan het. Ja, moet lukken toch? Veiligheid, dat... we houden van de extreme sporten. Dus soms komt veiligheid een beetje laten we achterwege. Ja, risico hoort erbij. Gelukkig hebben wij de kite. Dus wanneer we in een bak komen, kunnen we onszelf eruit trekken met de kite. En ik zou zeggen, heel veel plezier nog en geniet van. Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Joep.